Goedemorgen allemaal, jongens. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Weer een dag. Jongens, het was gisteren zo laat geworden. Nou, ik denk dat ik half 4 of 3 uur pas in mijn bed lag. Het was echt heel laat. Het was wel heel gezellig. Ik heb niet veel gevlogd. We zaten helemaal in het moment. Nou ja, als je me op Snapchat volgt, jongens. Als je me op Snapchat volgt, dan heb je wel wat beelden kunnen zien. Op Snapchat plaats ik echt wel. Ik heet daar JC Harders hoor. Gewoon @JC Harders. Joh, daar plaats ik gewoon alle dingen die gewoon leuk zijn in het moment. Nou, het was gillen. Het was giga gillen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag echt niks op de planning ook staan. Dus daarom dat we het gisteravond extra laat konden maken. Maar ik wil wel vanmiddag sporten. En misschien live gaan of zo. Oeh. Oh ja, ik ga vanavond met Kohoni. Ga ik. Mijn favoriete streamer, hè, you know. Ga ik even wat instellingen bij mijn PlayStation fixen. Zodat we video's kunnen opnemen. Game video's. Dat lijkt me erg leuk. En haar ook. Dus, ja. Oké, ik ben echt heel erg lui, hoor. Het is nu 3 uur. En ik zit gewoon te chillen. Een beetje YouTube te kijken. Ondertussen half iets te editen. Ah. Maar kijk naar het weer. Het is gewoon verschrikkelijk. Weet je, dat nodig nou niet uit om echt iets buiten te gaan doen. Vind ik niet. Ik heb zelfs al mijn kaarsen aangezet. Kijk trouwens, mijn kaarsje. Ellende. Al die kaarsen. Maar het is maar goed dat ik dit bordje eronder had. Want anders dan lag het allemaal weer over die vensterbank. Kijk, hier alweer een beetje. Yay! Ik kom net lekker uit de douche. Alles lekker wel rustig aan vandaag. Ik ga straks lekker eten. En daarna met Kohoni lekker video's opnemen. Daar heb ik wel zin in. Ik moet even kijken hoe dat allemaal gaat hoor. Technisch gezien. Zij is daar heel goed in. Ik ben blij als ik weet hoe ik een stream aankrijg. Dus ik moet even in mijn instelling moet ik even kijken hoe dat nou eigenlijk allemaal moet. Ik moet wel weer een beetje opgeletten met wat ik eet. Want ik zit ook hier aan mijn huid. Ik heb hier iets heel apart. Hier. En hierboven. Ik heb altijd best wel vaak hier dan wat puistjes. Hier. Echt dan in die hoeken. Dus ik heb gewoon waarschijnlijk veel te slecht gegeten. Ik moet je sowieso zeggen. Afgelopen 2 weken. Nou, mijn hele eetpatroon is zo raar geweest. Ah, verschrikkelijk. Maar ik heb dat altijd wel rond de feestdagen hoor. Dan de ene dag eet ik echt een hele tafel weg. Maar de andere dag eet ik gewoon echt niks. Hoog uit 1 boterham. Dus het is echt. Ik weet niet, ik moet daar weer even, als school weer gaat beginnen, ga ik weer echt even normaal doen hoor, met eten. Gewoon ontbijt, lunch, avondeten en tussendoor nog. Maar niet meer de ene dag heel veel en de andere dag niks, weet je. En ook rare producten hoor. Ik was gisteren of eergisteren was ik gewoon blij dat ik gewoon een jus d'orange naar binnen kreeg. Ook weer echt even goed naar de sportschool. Morgen wil ik even sporten. Ik wilde eigenlijk vandaag, maar ik zit zo laag in mijn energie. Ook mijn slaapritme moet ook verbeterd worden. Eigenlijk al die standaardritmes, dat moet echt verbeterd worden. Daarom ben ik ook weer blij als school weer gaat beginnen. Want dan heb je gewoon weer je normale routine. Hier heb ik ook een lekker cremetje. Straks als school weer gaat beginnen, gaan Wouter en ik gewoon diezelfde dag nog naar de McDonald's, naar de Hema, naar de Burger King. Erg hè? Oh, dat slechte eten eigenlijk allemaal. Oh, ik schrik daar soms wel van hoor. Ook als ik mijn vlogs dan terug edit. Nou, wat we allemaal wel niet dan eten op een dag. Soms, vooral tijdens die voorstellingen. Nou. Ik heb een waanzinnige body lotion. Die ga ik ook even lekker op mijn armen smeren. Ik krijg van die zachte, heerlijke armen. Ik gebruik dan deze. Van Biotherm. Zo lekker. Doe je gewoon lekker zo. Lekker over die armen. Oh, het voelt zo lekker. Zomers is dit dan ook echt zo prettig. Heerlijk. Ik heb het zo warm. Soms kan ik gewoon niet tegen een warme douche. Ik douche echt altijd lauw. Als het. Zodra het heet wordt, dan wil ik eruit en dan ga ik al helemaal hyperventileren. Merk ik ook dat ik ga zweten. Ik kan dat gewoon niet aan. Jongens, hebben jullie een beetje zin in het avontuur in dit jaar? Ik ben echt benieuwd. Ik denk, jongens, dit jaar wordt echt, ik denk weer een gigantisch bijzonder
uitdagend jaar. Dus ik hoop dat jullie met me meegaan. Ik ben echt heel benieuwd of jullie het leuk vinden. En of jullie allemaal de vlogs blijven kijken en zo. En dit jaar gaan we ergens de vlog 1000 aantikken. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja, dat vloggen vind ik zo. Het blijft leuk. Ik moet wel even kijken naar een andere camera hoor. En dan wil ik gelijk ook een camera met een goede ingebouwde microfoon. Want soms dan hoor ik die vlog tijdens het editen. En dan zit ik ergens in een windstorm van je welste. En dan hoor je alleen maar wind. Vind ik zo zonde van het geluid. Voor jullie is het ook onprettig. Dus ik ga wel kijken voor goed geluid ook. Oké, jongens. Ik heb een hele bijzondere setup. Ik heb hier mijn ringlamp. Mijn Fortnite, mijn webcam. En ik ben nu even mijn belichting. Want ik ben natuurlijk nu wel heel overbelicht. Dus ik moet mezelf even iets minder... Ja, iets minder belicht, iets minder wit, zeg maar, krijgen. Dus ik moet dat dan helemaal gaan zoeken in... Even kijken hoor. Ik kan het hier ook nog even aan. Down, down, down. Oh ja, dit is al veel beter, dit. Oh, dit is wel heel eng. Nee, dit wil ik niet. Nou ja, hier ga ik even mee spelen, jongens. Want ik ga over een uurtje opnemen. Het is nu 7:15 is het nu. Oké, Davy komt straks. En ik zit hier echt met mijn hele ingebouwde situatie hier. Spannend, jongens. Spannend. Ja, ik hou jullie op de hoogte wanneer de video's online komen. Ik weet ook niet hoeveel we er gaan opnemen. Ik weet niet hoeveel tijd het eigenlijk in beslag neemt. Ik heb het vroeger wel eens gedaan, nam volgens mij wel een uurtje per potje of zo. Maar ja, toen deed ik het alleen, nu doe ik het met iemand. Dus weer een hele spannende ervaring dit. Heel spannend. Ja. Oh ja. Ja, oké. Okay. Ja. Of wat goed. Net klaar met opnemen. Ik ben helemaal een soort gaar. Instellingen allemaal. Wat een werk, wat een werk, wat een werk, wat een werk. Maar goed, het is done. Opgenomen video, dus die komt al op mijn andere YouTube kanaal, maar die moet ik nog helemaal editen en zo. Dus ik denk dat die pas echt letterlijk half januari online komt hoor. Waanzinnig dat je hebt gekeken naar deze vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet niet te abonneren. En morgen ben ik er gewoon weer om 3:00 op Daily JC. Heel graag, tot dan!